In deze video ga ik je uitleggen hoe je kunt rekenen met hele grote getallen in de staafgrafiek. De staafgrafiek. Eerst even doornemen wat je dan ook weer ziet. Even een korte herhaling. Wat zie ik in de staafgrafiek is vaak de titel, het aantal mensen per beroep in Groningen. Ik zie op de y-as, de verticale as, de aantallen staan en er staat even bij keer 10. Heel belangrijk. Dus alles wat hier staat, ik monteer die. Ik zie hier de kleuren en daaronder zie ik een legenda met wat de kleuren betekenen. Dus bijvoorbeeld zie ik dat er rood is de chirurg, is 20. 20 keer chirurg, maar dat moet nog een keer 10, dus dat is 200. Acteurs is groen, is 45, keer 10 is 450. Dus belangrijk, goed kijken, wat zie ik allemaal? Van welk beroep zijn er het meest in Groningen? Ik hoef hier dus eigenlijk niet te rekenen. Ik kan hier aan de staafgrafiek zien welk beroep er het meeste zijn. Ik zie dat dit het is. Geel, psycholoog, maar ook kapper. En die moet ik dus ook allebei in dit geval invullen. Dat is het aflezen van de grafiek. Nu gaan we even kijken naar de grafiek met grote getallen. Aantal kijkers van video How to Play Piano. Hier staat het aantal van 100.000 tot 1 miljoen. Belangrijk, kijk ook even hoeveel is elke stap. Hè? Er komt steeds 100.000 bij. Dat betekent ook dat elke halve stap 50.000 is. En elke kwart 25.000. Heel goed. Nou, we gaan eens even kijken wat de vraag is. Hoeveel kijkers had de video in mei 2016 en januari 2017 samen? Mei 2016 en januari 2017. Ik moet dus naar deze twee kijken. Groen en geel. Eerst groen. Daar zie ik al 500.000. 500.000. Kijk, groen loopt tot 500.000. Geel, 400.000. Die twee moet ik dus nu bij elkaar optellen, want ze willen het totaal weten. Dan gaan we even handig rekenen. Handig rekenen betekent nullen even wegdenken. Hebben we niet nodig. Zet ik even buitenspel. Die ook buitenspel. Dan heb ik 5 plus 4 is 9. Maar al die nullen moeten natuurlijk wel terug. En dat zijn er 5. Oftewel 900.000 in totaal. 900.000. Dus ik heb je ook even ook handig rekenen. Hè, bij die grote getallen heel belangrijk. Handig rekenen. Nog een voorbeeld. Hoeveel toeschouwers hadden deze 5 zangers in totaal? Ook weer veel getallen bij elkaar optellen. Pak echt pen en papier erbij hè, en gebruik het cijferend rekenen. En het ging over ongeveer, dus het hoeft niet exact. Dan mag je dus ronde getallen nemen, afgeronde getallen. Kensington, 40.000. 40.000. Zie je, het zijn sprongen van 10.000. Ali B had er tussen de 10 en de 20.000. Als een sprong 10.000 is, dan is een halve sprong 5.000. Dus dan zou dit zijn 15.000. Schrijf ik eronder. Opletten, alle ene, tientallen, honderdtallen, netjes onder elkaar. Marco Bezzato. Ook weer op de helft, tussen de 60 en de 70.000. Dat wordt dan 65.000. Anouk. Die zit op de lijn precies van 60.000. En Ilse de Lange zit tussen de 30 en de 40.000. Dat wordt 35.000. En echt even opschrijven, hè? Dit soort getallen is te veel of te groot om eigenlijk in je hoofd uit te rekenen. Nou, al deze nullen hoef ik niet bij elkaar op te tellen, die kan ik zo overnemen. Dan kom ik bij het ene laatste rijtje, de duizendtallen. 5 plus 5 plus 5 is 15. 5 opschrijven en 10 gaat als een eentje naar de volgende. 1 en 4 is 5, 6 en 6 is 12 en 6 is 18 en 3 is 21. Die schrijf ik helemaal op. Cijferend rekenen, want er komt geen getal meer erachteraan. En dan zet ik even een punt tussen voor de leesbaarheid. 215.000. 215.000 toeschouwers. Nog eentje dan, vooruit. Omdat het zo leuk en gezellig is in de video. Lees de staafgrafiek weer af. Hoeveel zilveren en witgouden trouwringen zijn er verkocht in 2018? Dus ik moet de zilveren zijn de rode en de witgouden zijn de blauwe staaf. En het is helemaal 2018, dus ik ga die twee bij elkaar optellen.
Even opletten. Ik zie hier alweer keer 10 staan. Ik zie dat het sprongetjes zijn van 5. Eerste zilveren. Dat zijn de 30. Maar ik doe meteen keer 10. Dus dat is 30 keer 10. Keer 10 is een 0 erbij, hè? 300. En wit-gouden zijn er 75. Maar dat moet ook keer 10, 750. Dan tellen we die bij elkaar op. Cijferend. Dan kom ik op 1050 uit. 1050. 1050 trouwens. Zo reken je dus met daarbij het handig rekenen en pen en papier uit hoe je in grote getallen met de staafgrafiek. Heel veel succes!